Hallo mensen, vandaag een Minecraft tutorial van hoe maak je nou eigenlijk een cobblestone maker. Dus dat is als het ware een apparaat die automatisch cobblestone maakt en hem naar je toe schuift, zodat jij ze gewoon de hele tijd door kunt mijnen. Oh, vannacht, maakt niet uit. Kijk, ik mijn iets weg en er gebeurt niks. Dat is logisch, maar als ik op de knop druk, dan zet ik de cobblestone maker aan. En zoals je kunt zien, komen er gewoon weer nieuwe stenen. Nou, ik heb een beetje werk. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Je hebt lava en water. En als die bij elkaar komen, zoals je hier kunt zien, dan komt er een cobblestone. Maar hoe krijg je die daar nou de hitte constant heen geduwd? Dat werkt met... Ik zal hem even wel op de dag zetten, zo. Kijk, hier heb je dit ontwerp. Dat is dit, zeg maar dit, maar dan iets hoger. Lol. En ja, dit werkt eigenlijk precies hetzelfde, alleen hier is een piston. En die piston, die heb ik aangesloten op een klok, zoals ze dat noemen. Dat is zeg maar een soort redstone repeater circuit. Nou, als je niet zoveel van redstone weet, het is gewoon als het ware een elektriciteitsstroompje die om de zoveel seconden komt. Dus de hele tijd de piston open, dicht, open, dicht. Open, dicht doet. Dus dat ga ik nu doen. Ik druk op het knopje. Zie je de redstone als in een soort rondje rondgaan. En hij laat de piston open en dicht gaan. Dus nu kun je als het ware gewoon mijnen. Dus die cobblestone die daar gemaakt wordt, bij die water en lava, die duwt die piston dus vooruit. En zo komt er constant gewoon een nieuwe stroom. Ja, dat is een beetje de uitleg. Nou, hoe maak je zo'n ding nou eigenlijk? Dat ga ik nu even laten zien. Ik zal even mezelf een stroom geven. En als eerste maak je een dit, zeg maar, soort ding. Een blok hier, drie stukjes ertussen en weer een blok. En dan zet je hier en hier een neer. Dan heb je dit. En die verhoog je. Met dat ze in totaal drie hoog worden. Zo. Zo. Dan heb ik een piston nodig. Hey, ik cheat nu, normaal cheat ik niet. Maar voor de tutorial cheat ik even. Dat is wat makkelijker. Om uit te leggen en zo. Even kijken. Ik ga hier straks water en hier straks lava doen. Nou, die stromen dan naar beneden. Oh, wacht. Ik ben iets heel belangrijks vergeten. Hier eentje in het midden. Als je die niet in het midden doet, dan zal het water meteen naar de lava toe gaan. En overal komt dan water waar je niet wil en zo. Dus dat zou... Dat moet echt even eentje in het midden doen. Oké, dan doen we er nu water en lava bij. Oh, ik moet ook niet weg. Gaat het zo? Nee, ach. Doe dan maar. Ja, ja, ja. Kip, zo. Zo. Nu heb je dus al een cobblestone. Dus nu werkt hij als het ware al. Maar nu wil je natuurlijk dat de piston hem vooruit duwt. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je met redstone. Je sluit hem aan door een blok achter de piston te zetten en daar een stukje redstone op te doen. Dat is de makkelijkste manier. Dan sleep je die redstone mee naar waar je de button wil maken. En dan heb je 7
Redstone repeat is nodig. Nee, ik bedoel 8. Wij hebben nu 8. Ja, 8. Je hebt eentje voor de redstone hier. En dan zo. Rood. En dan doe je die hier. En nog één. 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 Zo. We hebben een hele rij redstone repeats. Maar het is belangrijk dat je deze allemaal 3 keer met de rechtermuis erboven drukt, zodat die in de verste stand staat. En de laatste 2 niet. Dan heb je de hele tijd einde, 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 einde. En deze 2 niet. Nou, dan sluit je de redstone aan, hierop. En dan maak je gewoon een button. Die plaats je hierop. Dit is hem als ware gewoon. Kijk. Hier zie je de redstone eraan komen. Nou, die geeft weer een puls af. En zo gaat die hele door. En hier kun je zien dat inderdaad de cobblestone geduwd was. Oh. Nou, dat was hem eigenlijk. Deze kun je nog heel veel variaties op maken. Zoals hem helemaal afdekken, zoals ik daar heb gedaan. Water eronder te doen, zodat alles bij elkaar valt. Maar dit is wel het makkelijkste. En oh ja, voordat ik het vergeet. Binnenkort komen de nieuwe tutorials erbij. Vergeet niet om een groen duimpje te geven als je hem goed vond en dat je er iets aan hebt gehad. Abonneer voor meer tutorials die er binnenkort dus bij komen. En zet hem in je favorieten. En deel hem met je vrienden, zodat zij er ook weer wat van leren. En ja, dat was hem wel zo'n beetje. Doei!